In de internationale scheepvaart is er ontzettend veel onzekerheid over het juiste ladinggewicht wat er is geladen of gelost. Onze missie is het om die onzekerheid om te buigen naar meer zekerheid en vertrouwen. En dat doen wij door gebruik te maken van de wet van Archimedes, de wet van Bernoulli, de wet van Pascal, eeuwenoude principes. Onze opdrachtgevers kunnen geld verdienen of besparen. Een voorbeeld is het lichten van Panamax-schepen hier op de put. Die liggen te diep, daar moet lading uit voordat ze door het kanaal kunnen. Dat is een bepaalde maximum diepgang op het kanaal, 12,25. Dieper mogen ze niet door het kanaal heen. En wij zorgen met dat lichten dat ze precies op die diepgang komen. En niet dat er veel meer gelost wordt dan nodig is. Maar sinds we dat doen, sinds 2000, mogen schepen nu met 12,50 meter het kanaal, mits ze dus door Tanido zijn gemeten. Op een Panamax kan dat 1800 ton besparing opleveren. Dat geldt ook voor rederijen die wel hun schepen willen bunkeren. Stookolie, dieselolie. Daar worden we aangesteld om erop toe te zien dat ze de hoeveelheid krijgen die er ook op papier staat. Om de precieze diepgang van een schip te kunnen berekenen, moet eerst het zoutgehalte van het zeewater worden vastgesteld. Wij zijn geen part of the problem, we zijn part of the solution. Wij denken alleen maar in oplossingen, we denken niet in problemen. Dat begint met oliemaatschappijen, die zijn lading kwijt. Hoe kan dat nou? En dat willen we hard maken. Die vragen ons, kunnen jullie er wat mee doen? Hebben jullie een idee? Hebben jullie een oplossing? Ja, wij hebben een oplossing. Iedereen mag ons bellen. Dat mogen bedrijven zijn. Maar dat mogen ook mensen zijn die denken, god, dat lijkt me wel aardig om te gaan staan in doze veeën te gaan werken. Die zien daar wel een carrière in. Dus iedereen kan ons bellen en met iedereen willen wij praten.